Ja, blunders. Wat dat betreft, war stories zijn altijd leuk. Laten we één ding zeker stellen. Ze zijn niet de meest voorkomende, omdat gelukkig komt er niet heel veel voor. Maar wat je heel veel wat je voorbij kan zien komen, dat zijn zaken als ja, mensen gebruiken een verkeerde statutaire naam bij een aanvraag. Wat grotere organisaties willen nog wel eens van naam veranderen, handelsnamen en dat soort zaken. Ja, en als je dan een subsidie aanvraagt met een verkeerde statutaire naam, dan is die in principe niet rechtsgeldig en krijg je ook geen geld. Andere zaken die voorkomen, ja, dat zijn mensen die, of personen, organisaties, die wat makkelijk denken over subsidies en van mening zijn dat het allemaal zo vaak niet zal lopen. En een administratie, een verantwoording van een subsidie, ja, dat wil er wel eens bij inschieten. Zo zijn we een keer een organisatie tegengekomen die de administratie van een subsidieproject op post-it-notjes deed. Ja, goed, daar ging de subsidietrekker niet helemaal mee akkoord. En dat geeft dan echt problemen. Dus voorkom dat door op tijd te zorgen dat je een goede administratieve organisatie hebt staan die dat geld, het gemeenschapsgeld, gewoon goed kan verantwoorden. Betrek ook een accountant vroegtijdig, als dat verplicht is uiteraard, accountant vroegtijdig in het subsidietraject. Op die manier voorkom je achteraf discussies over de manier van verantwoorden. Een ander belangrijk aspect is dat subsidies vaak in een organisatie erbij moeten van een MT, van een managementteam of van een directie. Als de mensen op de werkvloer, om dat zo maar te zeggen, niet hun resultaten terugzien van een subsidieproject, ja, dan valt het draagvlak van dat soort projecten vaak weg. Met alle vervelende consequenties van dien dat resultaten niet gehaald worden, subsidies moeten worden terugbetaald, of dat er misschien andere vervelende gevolgen voor zijn. Dus zorg ervoor dat dat goed geborgd is, dat mensen zien waarvoor doe ik het. Dat zie je met name bij grote organisaties vaak terugkomen. Ja, andere vervelende zaken, dat zit ook in persoonlijke verhoudingen. We komen wel eens mensen tegen, twee managers die voor hetzelfde project dezelfde subsidie aanvragen binnen een organisatie. Het geeft hele rare taferelen op een ministerie, kan ik je vertellen. Dus dat zijn de grootste blunders die wij tot nu toe zijn tegengekomen. Ja. Subsidies terugbetalen, dat is een maatregel die een overheid kan opleggen. Het is natuurlijk zo dat, omdat het gemeenschapsgeld is, het goed moet worden ingezet. Op het moment dat je dus niet voldoet aan wet en regelgeving, dan kan er in de bepaling staan dat subsidies moeten worden terugbetaald. Ik noemde hem eerder al de Europees Sociaal Fondsregeling. Dat is een subsidieregeling waarin in het verleden behoorlijk wat gemeentes met name mee in de problemen zijn gekomen, omdat regeltjes anders of verkeerd zijn geïnterpreteerd. Ja, op dat moment kan dat voor hele vervelende consequenties geven. Daarom is het goed zaak om van tevoren goed kennis te nemen van de regels rondom een subsidieproject. Van waar moet ik aan voldoen? Het verkrijgen van een subsidie is één ding, maar het verantwoorden van een subsidie is zo ook nog veel belangrijker. En dat goed hebben ingericht en zorgen dat iedereen er ja, zichzelf goed van bewust is wat voor gevolgen dat heeft, is heel belangrijk. Dat is ook voor een adviseur een hele belangrijke voorwaarde om zijn werk goed te kunnen doen.